Hoi, ik ben Asila en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. Ik zit hier vandaag met Twan Manders. En Twan Manders is de leider van de Libertarische Partij en tevens een van de genoemde namen in de Panama Papers. Twan, dankjewel voor je komst. Leuk dat je erbij bent. Ik had het de vorige keer met Arjen Kamphuis over de technische aspecten van de Panama Papers. En toen viel jouw naam. En toen dacht ik, ja, we kunnen het over jou hebben. Maar ik kan je natuurlijk ook gewoon uitnodigen om bij mij aan tafel te komen zitten. En dan kan ik je zelf gewoon alles vragen. Was je geschokt toen jouw naam naar buiten kwam? Nee hoor. Nee, natuurlijk niet. Ik heb sinds 1996 gewerkt in de trustsector en ook samengewerkt met Mossack Fonseca. Dus ik was niet verbaasd dat mijn naam ertussen stond. Is dat ook iets wat al openbaar bekend was? Iets wat je op bijvoorbeeld je LinkedIn-pagina had gezet of op je cv? Nee, dat geloof ik niet. Maar het is ook nooit een geheim geweest of zo. Ja, het ligt ook redelijk in lijn, wat ik begrijp, met jouw politieke ambities. En waarbij je eigenlijk pleit voor compleet afschaffen van alle belastingen voor alle burgers. Mm-hmm. Kun je daar wat meer over vertellen? Natuurlijk. Ja, nou, in de eerste plaats pleit ik voor de uiteindelijke afschaffing van alle belastingen. Omdat ik denk dat belasting een gelegaliseerde vorm van roof is. We spreken van roof als je eigendom wordt afgenomen onder bedreiging van geweld, zonder dat je schade hebt aangericht die weigert te vergoeden. Mm-hmm. Zonder dat je verplichtingen weigert na te komen die je vrijwillig bent aangegaan. Als mensen desondanks toch onder bedreiging van geweld je eigendommen van je afnemen, dan noemen we dat roof. En dat is precies wat de overheid doet. Als de overheid belasting heeft, dan betekent dat dat als je niet betaalt, dan komen de brieven die steeds minder vriendelijk worden. En als je er niet op reageert, dan komen ze langs om je spullen mee te nemen uit je huis. Mm-hmm. Onder bedreiging van geweld. Want als je niet open doet, komen ze gewoon terug met de sterke arm, met gewapende mensen om je woning binnen te dringen, om je spullen uit je woning te halen. En als je probeert dat proces te slim af te zijn of te voorkomen door dan maar gewoon geen aangifte te doen, dan staat daar in Nederland maximaal 4 jaar gevangenisstraf op. En dan word je dus door mensen ontvoerd en opgesloten in een hok. Dat is hoe de staat naar geld komt, hè, door daarmee te dreigen. En ja, daar heb ik dus principiële bezwaren tegen. Ik vind dat je geweld alleen maar mag gebruiken in hele specifieke omstandigheden, namelijk ter verdediging van je lijf of goed. En als iemand schade aanricht, dan mag je hem dwingen die schade te vergoeden. En als iemand verplichtingen aangaat, vrijwillig en zelfs niet nakomt, afspreekt om iets te betalen voor een goed of dienst en wel afneemt, maar vervolgens niet betaalt, dat je dan dwang gebruikt om te dwingen zelf aangaande verplichtingen alsnog na te komen. Dat is verdedigbaar, mits proportioneel. Ja. Maar bij belastingheffingen ontbreekt een dergelijke overeenkomst, ontbreekt die schade. En vandaar dat ik vind dat er geen rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Wettelijk gezien bedoel je? Nou ja, de staat maakt zelf haar eigen wetten. Vandaar dat ik het ook gelegaliseerde roof noem. Want ze hebben het zelf gelegaliseerd. Ze hebben zelf een boek gemaakt. In het boek hebben ze ingeschreven dat ze dit mogen doen. Mm-hmm. Dus ze mogen dit van zichzelf doen. Dat is waar. Dus in die zin is het gelegaliseerd. Maar ik vind niet dat alleen maar dat sommige mensen in een boek schrijven dat ze dit mogen doen, dat ze het dan ook mogen doen. ik ben aanhanger van het natuurrecht. En natuurrecht is het zelfbeschikkingsrecht. Ja. Dat ieder mens het recht heeft om over zichzelf te beschikken, over zijn eigen lichaam te beschikken en ook over de vruchten van zijn arbeid te beschikken. Ja. En de staat probeert natuurlijk belastingheffing te rechtvaardigen met allerlei drogredenen.
ik kan er al een paar van doorprikken. Ik wil even terug naar het verhaal over dat het gelegaliseerde roof is. Mm-hmm. Als ik mij een roofoverval voorstel, dan denk ik aan iets of iemand, een groep mensen die rennen naar je toe. Die pakken je de spullen af en die rennen weg en gaan daar vervolgens hun eigen gang mee met jouw spulletjes. Mm-hmm. Maar in het geval van een overheid, je zou toch denken van, nou, we stemmen met z'n allen mensen aan de macht. Je bent zelf ook lid van een politieke partij, dus dat concept, daar sta je dan toch in zoverre achter, denk ik. Daar mag je antwoord op geven. Ja. Nee, ja, dat is een van de drogen, is die van de democratie, hè? Want we hebben er zelf voor gekozen. Want de staat geeft ook heel veel terug. Dat is ook een drogheden, daar kom ik zo op. Maar is de drogheden van de democratie. Ja. Democratie is drie wolven en een schaap die stemmen op de pot schaft. Mm-hmm. Het idee is dus dat als iets democratisch besloten is, als een meerderheid ervoor heeft gestemd, dan is het daarmee gelegitimeerd. En dan is het daarmee moreel juist. Mm-hmm. Maar dat argument bewijst te veel. Dat zou dus betekenen dat alles wat democratisch besloten is, dus daarmee legitiem is. In 1933 is in Duitsland ook een regering aan de macht gekomen door middel van verkiezingen. Die vervolgens een aantal daden hebben gesteld. Waarvan de meeste mensen zullen zeggen dat dat misdaden zijn. En ik ook. Maar is dat niet een extreem geval in de lijn van de geschiedenis? Nou ja, dit is inderdaad een extreem geval. Maar als je kijkt naar andere overheden, die voeren ook oorlog bijvoorbeeld. Hè. Neem Bush. Bush is een oorlog begonnen tegen Irak op basis van valse voorwenselen. Mm-hmm. Hij claimde dat er massanitriswapens waren. Die waren er helemaal niet. Dus op basis van een leugen, van bedrog, is hij een oorlog begonnen. In die oorlog zijn honderdduizenden mensen doodgegaan. Ja. En de beste man wordt helemaal niet vervolgd. Wordt niet aansprakelijk gesteld. Die wordt juist gehuldigd als een goede president. Maar of hij democratisch verkozen is, weet ik dat daar ook nog wel wat vraagtekens bij worden gezet. Maar is dat waar het om gaat? Ik bedoel, je kunt erover twisten of die 300 stemmen in Florida destijds in 2000, of die wel bij Bush hadden terecht moeten komen of bij Gore. Maar wat maakt het uit? Ook al zou je kunnen bewijzen dat Bush volgens de regels van het spel is gekozen. Mm-hmm. Is daarmee niet erg dat hij honderdduizenden mensen heeft vermoord en een oorlog toen een valse voorstel is begonnen? Daar gaat het toch niet om? Als dat zo was, dan zou dus ook de Duitse regering van de jaren 40 alleen maar kwalijk kunnen nemen dat ze hun misdrijven niet netjes van tevoren hebben gelegaliseerd via de democratische methode. Ja. Maar mijn punt is nu juist dat er fundamentele mensenrechten zijn die geen enkele overheid mag schenden, ook een democratisch gekozen overheid niet. En in Amerika heb je dan een heel mooi woord daarvoor, of een hele mooie term, the law of the land. Bestaat er ook zoiets in Nederland waar je van kunt spreken? Kun je die vraag toelichten? Nou, the law of the sea wordt, dat is eigenlijk economische wet mm-hmm. waar de overheid naar hanteert. En the law of the land zou dan gaan om natuurlijke rechten van natuurlijke personen. Net zoals dat wanneer je naam in hoofdletters wordt geschreven, dat het gaat om jouw persoon als een soort fiscale entiteit. En wanneer het in kleine letters wordt geschreven, dat het gaat om jou als natuurlijke persoon. Nou ja, onder juristen is dat een discussie. Hè? Dat is het verschil tussen het rechtspositivisme en de natuurrechttheorie. De natuurrechttheorie is ongeacht wat het politieke proces aan regelgeving voorbrengt, zijn er fundamentele mensenrechten die de staat niet mag schenden. Dat is het idee van natuurrecht. Mm-hmm. Je hebt ook rechtspositivisten die zeggen, nou, alles wat volgens de regels van het spel is doorgevoerd. Als het in een boek is geschreven en het is gegaan volgens de procedure zoals die is vastgesteld, dan is het dus recht. Dan is het rechtmatig wat er gebeurt. Waarbij dus geen enkele toetsing plaatsvindt. In het meest extreme geval, een meest extreme variant van rechtspositivisme, vindt er dus geen enkele toetsing plaats. Van is dit niet strijdig met het natuurrecht? Is dit niet strijdig met de rechten van het individu? En ja, zoals je begrijpt ben ik aanhanger van de natuurrechtstheorie. Dan kom ik nog op je tweede drogreden, die van ik krijg dat voor terug. Volgens mij krijgen we er een hele hoop voor terug. Als er iets aan jou mankeert, ga je naar het ziekenhuis. Je hebt ook genoten van ons schoolsysteem, neem ik aan. Genoten? Niet? Ik ben gedwongen, hè, in de vorm van de leerplicht. Ik had geen keus.
Oké, okay. Was je liever niet naar school gegaan? In hoeverre heb je überhaupt die keuze als kind? Volgens mij als kind heb je sowieso weinig keuze. Maar stel, je ouders hadden die keuze gehad, had je dan liever niet genoten van ons schoolsysteem? Nou, in de Verenigde Staten zijn er 1 miljoen kinderen die niet naar school gaan. Die thuis onderwijs krijgen. En je ziet dat uit onderzoek blijkt dat deze kinderen beter scoren, niet alleen op de universiteit, maar ook beter scoren op de arbeidsmarkt en überhaupt in het leven, dat zij beter presteren dan kinderen die wel naar school zijn gegaan. Dus heel veel mensen overschatten wat de bijdrage is van een school aan de vorming van het individu. Dan wil ik niet zeggen dat er helemaal geen goede scholen zouden zijn op de wereld. Maar ik denk dat we moeten nuanceren. Het idee dat mensen die niet naar school zijn gegaan, dus een soort achterstandspositie hebben. Mm-hmm. Dat hangt er vanaf wat het alternatief is. Als het alternatief is dat je in de mijn moet werken, dan is het inderdaad niet best. Maar als het alternatief is dat je gemotiveerde ouders hebt, die hun best doen om jou te helpen vormen en jezelf te ontwikkelen, dan is het eigenlijk vaak beter, blijkt het onderzoek, dan school. Maar natuurlijk niet iedereen zit in die luxe positie dat ze hun kinderen zelf kunnen onderwijzen. Ja, of, dat is waar. Of zodanig voor hun kinderen kunnen zorgen dat ze gelukkig, gezond en verstandig opgroeien. Ja. En dat is ook een beetje waarom de overheid, denk ik, zijn bestaansrecht aan ontleed, om een beetje op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Ja. De sterken die redden zich wel, toch? Ja, laat ik twee dingen van elkaar onderscheiden. Punt 1, principieel. Mijn principieel bezwaar tegen het argument staat, geeft ons ook iets terug, is dat het argument te veel bewijst. Dat zou namelijk betekenen, als we die redenering serieus zouden nemen, dat iedere rover die zijn slachtoffer een tegenprestatie bewijst, daarmee vrij uit zou moeten gaan. Dat zou dus betekenen als de bakker of de melkboer ongevraagd brood of melk achterlaat op onze stoep, daarna een hele gepeperde rekening zouden sturen, dat we die zouden moeten betalen, want we hebben er wat voor teruggekregen. Dat is niet relevant, hè, of je er wat voor terugkrijgt. Als je uitgaat van natuurrecht, dan betekent dat iedere transactie tussen mensen gebaseerd moet zijn op vrijwilligheid. Dat alleen een transactie plaatsvindt als beide partijen, of alle partijen die eraan meedoen, vrijwillig daarmee instemmen. Mm-hmm. Dan is voldaan aan het zelfbeschikkingsrecht. En dan is het ook zo dat alle partijen ervan zullen profiteren. Want anders zouden ze gewoon niet instemmen met de transactie. En het bijzondere van belastingheffing is dat er geen sprake is van vrijwilligheid. Het is een eenzijdige transactie. De staat bepaalt eenzijdig wat de onderdanen moeten betalen. En ook eenzijdig wat ze daarna voor terugkrijgen. En daar heb ik dus een principieel bezwaar tegen. Daarnaast is er ook een pragmatisch argument tegen deze vorm van het verschaffen van diensten. De kwaliteit is over het algemeen bijzonder slecht van wat we krijgen. En de prijs is enorm hoog. Als je kijkt naar... Maar in vergelijking met wat? Nou, in vergelijking met de vrije markt. Dus de helft van wat we verdienen mogen we zelf houden. En daarvoor kopen we op de markt goederen en diensten die ons leven erg veraangenamen. En de andere helft die wordt ons afgenomen in vorm van belastingheffing. En wat krijgen we daarvoor terug? Wegen vol met files. Ziekenhuizen met wachtlijsten. En scholen die niet zo bijzonder goed zijn. En dat zijn dan nog de nuttige dingen die de staat heeft naar zich heeft toegetrokken en heeft gemonopoliseerd. Wat de staat ook doet, behalve wegen schone ziekenhuizen, is dat ze oorlogen voeren en mensen doodschieten. Mm-hmm. Die ons helemaal geen niks hebben aangedaan, die geen enkele bedreiging vormen. Wat de staat ook doet, is een leger ambtenaren inhuren die honderdduizenden regels maken. En het idee is dat ieder burger geacht wordt de wet te kennen. Maar dat is een godspeur, want zelfs mensen die het telefoonboek uit hun hoofd kunnen leren, die kunnen niet eens alle regels kennen, zoveel regels worden er gemaakt. Sinds 1980 plus minus wordt er af en toe wel eens een regel afgeschaft. Maar voor iedere regel die er afgeschaft wordt, komen er weer 10 nieuwe bij. Mm-hmm. Dat houdt nooit op, dat proces. De regeldruk wordt alsmaar hoger. En uit alle onderzoeken die worden gedaan naar de invloed van de regeldruk en de belastingdruk, blijkt dat dat heel erg slecht is voor mensen. Het is slecht voor economische groei. Het is slecht voor de levensverwachting. Het is slecht voor alle graadmeters van welzijn en welvaart en geluk. Er is een onderzoek gedaan. We gaan even heel erg snel nu. Ja. Even terug naar het idee van, als ik het goed begrijp, ben je een beetje een vrije markt-absolutist, of niet? Als het aan jou ligt, dan is het gewoon een vrije markt, geen overheidsbemoeienis en dan regelen bedrijven de boel. Nou ja, eigenlijk zijn er fundamenteel maar twee alternatieven. Alternatief A is, mensen kiezen zelf
hoe ze hun kinderen opvoeden, naar welke school ze hun kinderen sturen, hoe ze voor een oude dag sparen. En dat noemen we de vrije markt. Als mensen zelf keuzes kunnen maken en zelf ervoor kiezen om bedrijven in te huren voor het leveren van goederen of diensten. Mm-hmm. Het tweede alternatief, dat is dat de staat ons geld afpakt. En dan van onderwijs een staatsmonopolie maakt, en van infrastructuur een staatsmonopolie maakt, en van zorg een staatsmonopolie maakt. En wat je dan ziet is dat de kwaliteit van heel erg slecht is en dat het heel erg duur is. Neem telecommunicatie. Ja, dat was tot begin jaren 90 een staatsmonopolie. Mm-hmm. En het gevolg was stagnatie. In de jaren 50 werd voor de PTT een telefoontoestel ontwikkeld, de T65, met zo'n grijze telefoon met een draaischijf. En die is totdat het monopolie werd opgeheven, bleef die telefoon een monopoliepositie houden. Mensen werden gedwongen om die telefoon te huren van het staatsbedrijf de PTT. En er vond geen enkele innovatie plaats. Gewoon stagnatie, decennia lang. Toen werd het monopolie opgeheven. Toen kreeg je concurrerende telefoonmaatschappij. Vroeger dacht men dat dat niet kon. Mm-hmm. Toen kreeg je een enorme toename in innovatie. En toen is telecommunicatie ontzettend veel beter en ontzettend veel goedkoper geworden. En waar je vroeger 3 gulden per minuut betaalde om Amerika te bellen, kun je dat nu voor 3 cent per minuut doen. Waar vroeger als je kijkt naar de telefoon van tegenwoordig, en dan kan die meer dan een computer zo groot als een Volkswagenbus van toen ter tijd, hè, toen het nog een staatsmonopolie was. Dus de innovatie is enorm toegenomen dankzij demonopolisatie, door het staatsmonopolie op te heffen. Hetzelfde is gebeurd toen het communisme is afgeschaft in Oost-Europa in 1989. Tot die tijd stagnatie. En men reed in 89 in Oost-Europa nog steeds eenzelfde trabant als 40 jaar eerder. Mm-hmm. En daarna, toen het monopolie werd opgeheven en de vrije markt de kans kreeg om auto's te gaan produceren op de Oost-Europese markt, toen werd het ineens heel veel beter en heel veel goedkoper. Maar je ziet ook dat bedrijven op een gegeven moment beginnen met natuurlijke resources uit te putten. Mensen te, ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar, als we het toch hebben over telefoons, als ik kijk naar een iPhone, nou ja, wat Apple daar zoal doet in China met mensenrechten. Is best wel kwalijk. En dat is toch een bedrijf wat op een gegeven moment een heel legertje mensen als een soort slaaf misbruikt, ook vaak kinderen. Is er niet een andere entiteit nodig dan grote bedrijven om die machtsbalans een beetje sec te houden? Ja, natuurlijk is het heel erg dat er heel veel landen zijn die waarin het niveau van welvaart en welzijn en geluk en vrijheid nog heel erg laag is. Dat is een heel groot probleem. Maar dat probleem kun je niet op het bord schuiven van de vrije markt of van bedrijven. Dat probleem is, wordt veroorzaakt door overheden. Dan kom ik terug op het onderzoek dat ik net al wilde aanhalen. Er is een onderzoek gedaan door de Wall Street Journal in samenwerking met de Heritage Foundation. Er zijn 160 landen onderzocht naar hun niveau van economische vrijheid. En vervolgens heeft men heeft de cijfers gebruikt van IMF en Wereldbank, dus van de overheid zelf. En wat blijkt uit die cijfers? Dat, kort gezegd, hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. Hoe lager de regeldruk, hoe lager de belastingdruk, hoe hoger het niveau van economische vrijheid, hoe sneller de economie groeit, hoe sneller armoede verdwijnt. Hoe sneller de levensverwachting stijgt, hoe sneller de kindersterfte daalt, hoe sneller het analfabetisme verdwijnt. Ik zal er één voorbeeld uitlichten, levensverwachting. Als je die 160 landen die zijn onderzocht verdeelt in 4 groepen van 40, van economisch minst vrij en economisch meest vrij, dan worden mensen in die economisch meest vrije landen gemiddeld 80. In economisch minst vrije landen worden ze gemiddeld 60. Mm-hmm. Met andere woorden, de staat stilt 20 jaar van een mensenleven in deze landen. Is dit een beetje kort door de bocht? Nou, dit zijn gewoon de cijfers. Wat is het meest economisch vrije land ter wereld? Hongkong. En dat is ook een heel goed voorbeeld. Want Hongkong ligt natuurlijk aan grens aan China. Zelfs ondertussen weer onderdeel geworden van China. Maar dankzij een overeenkomst die Thatcher heeft gesloten, is het nog 50 jaar lang min of meer onafhankelijk van China. In die zin dat ze hun eigen vrije marktsysteem mogen behouden. En tot nog toe houden de Chinezen zich daar redelijk aan. Hè. Dus Hongkong is nog steeds een vrije marktzone binnen China. En wat je ziet is dat Hongkong 50 jaar geleden straat arm was. China ook, maar Hongkong ook.
En vervolgens zie je dat Hongkong de laatste 50 jaar enorm is gegroeid. De economie is heel erg hard gegroeid. Waardoor ook al die graadmeters van welvaart, welzijn en geluk zijn gegroeid. Waardoor de armoede dramatisch is gedaald. In China daarentegen heeft men tot in de jaren 80 vastgehouden aan een economisch beleid met heel weinig economische vrijheid. Het gevolg daarvan was bittere armoede. Er zijn zelfs tientallen mensen de hongerdood gestorven in China. Pas toen China besloten heeft om meer economische vrijheid in te voeren, is dat dramatisch veranderd. En hetzelfde is in India ook gebeurd. In India en China samen zijn meer dan 1 miljard mensen die 30 jaar geleden onder de armoedegrens zaten, inmiddels in staat geweest zichzelf aan die armoede te onttrekken. Dankzij het feit dat er nu meer economische vrijheid is in China en India dan vroeger. Waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat ze al op het niveau zitten wat ik graag zou zien. Maar ze zijn een heel stuk minder onvrij geworden. Maar het waren ook vrij, als ik even vanuit Nederlands perspectief kijk, waren ook vrij slechte overheden überhaupt. Niet te vergelijken met een Nederlandse overheid die toch wel redelijk veel dingen goed voor zijn burgers regelt. Nou, dat wij het zo goed hebben in Nederland, dat ben ik het wel mee eens. Maar dat is niet dankzij de overheid, dat is ondanks de overheid. En Nederland is een land wat al heel lang geleden een hoog niveau van economische vrijheid heeft gekregen. Al in de Gouden Eeuw, daarom heet die eeuw ook zo. Waar de rest van de wereld nog in het feudalisme vastgeroest zat. Waardoor er stagnatie was. Heeft Nederland in de Gouden Eeuw een systeem van economische vrijheid ingevoerd. Waardoor de economie heel hard is gegroeid. Waardoor rond het jaar 1800 Nederland en Engeland eigenlijk de enige twee landen ter wereld waren waar een stukje welvaart was. De rest van de wereld was nog steeds straatarm. We hebben dus een enorme voorsprong gehad op de rest van de wereld daarmee. Mm-hmm. En die voorsprong die hebben we gehouden tot in de 20e eeuw. En vervolgens is er een aantal jaren enorme stagnatie geweest. Terwijl de rest van de wereld ons heeft ingehaald. Hè. Neem weer Hongkong, maar ook Singapore, Zuid-Korea. Dat zijn een aantal landen die, Taiwan, dat zijn landen die heel erg arm waren 60 jaar geleden. Toen hebben ze een systeem ingevoerd met heel veel economische vrijheid, veel meer dan wij. Ja. Het resultaat is dat nu ze in Singapore welvarender zijn dan wij. En ook Hongkong hebben ze een hoger inkomen per hoofd dan wij. Dus we hadden een enorme voorsprong en die zijn we kwijt. Nu hebben zij ons ingehaald, ondanks onze enorme voorsprong. En dat komt omdat wij een veel te hoge regeldruk en belastingdruk hebben gehad. En zij niet. Althans veel minder. Je kunt de staat een beetje gelijk met een hele grote kogel, een metalen bal, die met een ketting aan je enkel zit. Je kent het vast wel, die reclame, die bedrijven of die, dat logo van bedrijven. Let op, verplicht nee, geld lenen kost geld. Ja. Ja, maar voor de overheid geldt dat nog veel sterker. Hè? De overheid die zorgt ervoor dat mensen die zouden kunnen rennen, die zouden kunnen hardlopen, worden gedwongen om te strompelen. Ja. En economische groei die is in Nederland de afgelopen decennia vaak maar 1-2% geweest. En dan zeggen onze politici, kijk eens hoe goed we het gedaan hebben. Maar in landen waar een vrije markt is, is die economische groei vaak 10, 15, 17% geweest. In sommige vrije marktzones in China, aan de grens met Hongkong ligt een vrije marktzone in China, waar ze een vrije marktexperiment hebben gehouden met een lastendruk en regeldruk die nog lager is dan Hongkong zelf. Daar hebben we groeicijfers behaald van 30% per jaar. Zo kan het dus ook. Ja. Maar we hebben die enorme bal aan onze enkel, waardoor we enorm worden geremd. Maar economische groei is niet iets wat volgens mij voor altijd door kan gaan. Het is wel gebaseerd op dingen die gewoon eindig zijn op onze planeet. Dus ik zie een overheid ook wel als een tool om te zorgen dat zwakkeren beschermd worden. Maar met zwakkeren bedoel ik bijvoorbeeld ook dierenrechten of gewoon natuur. Natuurlijke gewoon hulpbronnen. Ja. Dat is heel goed dat je daarover bossen, begint. Bossen, natuur. Want die zijn schaars. Hè? Natuurlijke hulpbronnen zijn schaars. Mm-hmm. En het is belangrijk dat we een oplossing hebben voor dat schaarste probleem. Hè? Dat we niet roofbouw plegen. En heel veel mensen denken, de vrije markt pleegt roofbouw. Dus we hebben de staat nodig om die roofbouw tegen te gaan. En de staat moet onze natuurlijke hulpbronnen beschermen. Maar als je nu kijkt naar de feiten, dan zijn die net andersom. Ja, dus in landen waar de staat een hele dikke vinger in de pap heeft, waar de staat heel veel controle heeft over natuurlijke hulpbronnen, daar zie je roofbouw. En neem bijvoorbeeld het communistische landen, hè, waar alle natuurlijke hulpbronnen eigendom zijn van de staat. Daar zie je dat er een enorme roofbouw is gepleegd. Daar zie je dat het milieu heel erg slecht is geweest. En dat begint nu al beter te worden, nu het communisme is verdwenen.
Maar in die tijd was er bijvoorbeeld een enorme luchtvervuiling in Oost-Europa. En je ziet juist dat landen waar veel meer economische vrijheid is, daar waar natuurlijke hulpbronnen privé-eigendom zijn, daar zie je juist dat mensen heel erg zuinig daarmee omgaan. Dat is ook logisch. Neem het voorbeeld van bosbouw. Mm-hmm. Bosbouw en landbouw zijn alle twee goede voorbeelden. Er zijn historische voorbeelden van plekken op de wereld waar de grond collectief eigendom was. En daar zie je roofbouw. Dan zie je dat mensen gaan overgrazen. Want als ik niet mijn schapen laat grazen of mijn koeien, dan doet een ander het wel. Dus daar zie je woestijnvorming, omdat er geen privé-eigendom is. Daar een privé-eigendom is en een hekje eromheen gaat, daar zorgt die boer ervoor dat er geen overbegrazing plaatsvindt, dat zijn land geen woestijn wordt. Dan is het namelijk waardeloos geworden. Mm-hmm. En als hij het zijn eigendom is, dan wil hij juist de waarde behouden en laten groeien in plaats van het eenmalig kaal plukken. Dat zie je ook bij bosbouw. Als een bos privé-eigendom is, dan zie je dat bedrijven aanplanten. Als ze bomen kappen, planten ze ook een nieuwe boom aan. Want als ze dat niet doen, dan verliest hun bosgrond aan waarde. Maar als de staat het doet, dan gebeurt dat niet. Nee, want die ambtenaren die hebben een korte termijn visie, die hebben een lange termijn visie. Zie ik het dan goed dat je vindt dat elk plekje op aarde eigendom van iemand zou zijn? Is dat je ideale situatie? Uiteraard. En ook altijd over dieren. Olifanten zijn een bedreigde diersoort. Niet alleen olifanten, maar dit is een voorbeeld dat ik er even uitpik. En precies in die landen in Afrika waar deze dieren niet mogen worden in privé-eigendom mogen worden verkregen, daar waar geen privé-eigendom mogelijk is, daar zie je een heel groot probleem met stroperij. En daar zie je dat die dieren inderdaad aan het uitsterven zijn. Maar er zijn een aantal landen in Afrika die hebben het licht gezien. En die hebben privé-eigendom gelegaliseerd. Ook in olifanten, maar ook in andere bedreigde diersoorten. Waardoor er in die landen zie je juist dat de populatie toeneemt. De koe sterft niet uit. Waarom niet? Omdat koeien zijn privé-eigendom. En boeren zorgen ervoor dat koeien niet uitsterven. En dat geldt natuurlijk ook voor... Ik denk wel dat die koe daar anders over denkt. Waarschijnlijk. Het is een feit dat koeien niet uitsterven. Absoluut niet met uitsterven worden bedreigd. Nee. Ik denk dat die koe er anders over denkt dat die privé-eigendom van iemand is. Dat bedoel ik maar. Okay. Kijk, op een gegeven moment moet je ook dieren een beetje in de vrije natuur... In hun vrije natuur. Oké, maar als we ons even beperken tot uitsterving... Tot dat probleem. We kunnen daarna een ander probleem hebben. Als we even als het probleem van uitsterving even isoleren. Dan zie je dat daar waar privé-eigendom toegestaan is. En dat is zo bij koeien. Daar is absoluut geen sprake van uitsterving. Daar waar het niet toegestaan is. Zoals bij de buffel, de bison in Noord-Amerika vroeger. En de meeste landen zijn... geldt dat nog steeds voor olifanten en andere bedreigde diersoorten. Dat er geen privé-eigendom is toegestaan. En die juist in die situatie... zie je het gevaar van uitsterving levensgroot worden. Ja. Nou, maar jouw morele punt is me inmiddels duidelijk. Mm-hmm. Kan je je voorstellen dat heel veel mensen in Nederland heel veel moeite hebben met jouw morele waarde? Omdat zij zoiets hebben van, ja, wij betalen heel veel belasting en jij niet. Hoe werkt dat? Wij werken heel hard om ons steentje bij te dragen. Yeah. En jij omzeilt alles, dus je draagt helemaal niet bij aan... Yeah. Aan de maatschappij? Nou, ik zal een paar dingen op willen zeggen. Punt 1. Als je je auto in de garage parkeert... en daardoor wordt jouw auto niet gestolen, maar die van de buurman wel... dan is dat niet jouw schuld. Dat is de schuld van de autodief. Als jij 3 sloten op je voordeur hangt en een alarmsysteem installeert... en daardoor wordt op jou niet ingebroken, maar bij de buurman wel... is dat niet jouw schuld, dat is de schuld van de inbreker... Dus je moet de schuld leggen waar die hoort. En wat je vaak ziet is dat mensen ervan uitgaan, volledig de onrechten overigens, dat doordat sommige belasting ontwijken, moeten anderen meer betalen. Dat is niet waar, ze moeten juist minder betalen, daar kom ik zo op. Maar zelfs al zou dat waar zijn... Oeh, maar deze wil ik echt even horen nu. Zelfs al zou dat waar zijn... Waarom is het zo dat anderen hoort de schuld niet bij de politici minder... die ons belasten en niet bij de mensen die belasting ontwijken? Waarom is dat zo? Op het moment dat een ziekenhuis of scholen hebben niet genoeg geld, ouderenzorg... Ik zal het toelichten. Een gigantisch probleem. Op het moment dat daar niet genoeg geld meer voor is... omdat jij jouw geld ergens anders stelt en dat dus niet belastbaar is... kun je mij die even uitleggen?
Ja, dus mijn stelling is, belastingontwijking zorgt er niet alleen voor dat de belastingontwijkers zelf minder belasting betalen. Het zorgt er ook voor dat alle andere mensen, alle andere belastingbetalers minder belasting betalen. In plaats van meer. Waarom? Dat kan ik dan makkelijk toelichten. Je kunt het vergelijken met mensen die hoge prijzen ontwijken. Als mensen naar Lidl en naar Aldi gaan om boodschappen te doen, ontwijken ze hoge prijzen. Mm-hmm. En dat doet bijna iedereen. En doordat heel veel mensen hoge prijzen ontwijken... Volgens mij is de plofkip nu echt uit de mode aan het raken, denk ik. Doordat mensen hoge prijzen ontwijken, zie je dat bedrijven heel erg hun best doen om efficiënt te werken en te innoveren. Steeds efficiënter te werken, zodat ze steeds meer waar voor je geld bieden. Dat je vaak steeds, ten koste van mensenrechten, van de natuur. Dat je steeds lage prijzen betaalt. Van dierenrechten. Op het moment dat er een monopolie is, dan is die prikkel er niet. Dus dan zie je dat de prijs juist heel hoog is en blijft. Maar op het moment dat er vrije concurrentie is, dan zie je dat prijzen over het algemeen juist heel laag zijn en ook verder dalen. En dat de efficiëntie die steeds hoger wordt door innovatie, dat de voordelen ervan op de korte termijn terechtkomen bij de innovator, bij de bedrijven die innoveren, want op de lange termijn, door concurrentie, gaan die voordelen naar de consument. Mm. Neem bijvoorbeeld computers, die worden steeds goedkoper. Op de korte termijn is het zo, iemand die een beter, snelle computer ontwikkelt, Die maakt daarmee winst. Maar 10, 20 jaar later is die computer alweer spotgoedkoop geworden. En is die alweer lang verouderd door innovatie. Dus dat voordeel op de lange termijn gaat naar de consument. Dus doordat consumenten hoge prijs ontwijken, is er concurrentie. Concurrentie drijft innovatie, verbetering en drijft dus ook een hogere welvaart. Nou, zo is het ook met belastingen. Als mensen belastingen gaan ontwijken, dan betekent dat staten met elkaar moeten concurreren. Dat betekent dat politici inzien dat zij hun tarieven niet kunnen verhogen, maar juist moeten verlagen. En dat zag ik niet uit mijn duim. Tot in de jaren 70 was het zo dat de belastingtarieven alsmaar hoger werden. Mm-hmm. In het gemiddelde industrieland was het toptarief in 1980 68%. In Groot-Brittannië was het zelfs toptarief 97%. In Zweden kon het zelfs gebeuren dat je minder dan 100% moest betalen als je vermogen had. Omdat je ook nog vermogensbelasting moest betalen bovenop je inkomstenbelasting. Dit was de wereld van de jaren 70. De tijd van crisis en recessie en depressie. En toen kwam er globalisering. Toen konden mensen makkelijker in andere landen investeren. Ze konden makkelijker ook emigreren. Mensen konden makkelijk met de voeten stemmen. En Reagan en Thatcher hebben ook het voortouw genomen als eerste de tarieven fors te verlagen. Thatcher heeft de toptarief verlaagd van 97% naar 40%. Reagan heeft de toptarief in Amerika verlaagd van 70% naar 28%. De andere politici die moesten met heel veel tegenzin hun voorbeeld volgen. Die moesten ook hun tarieven gaan verlagen, omdat ze talent en kapitaal niet wilden verjagen, maar liever wilden lokken. Dus dat verschijnsel noemen we belastingconcurrentie. Concurrentie tussen staten, waarbij ze overigens niet alleen maar op hun belastingtarief concurreren. Want de belastingbetaler, de investeerder, kijkt niet alleen maar naar het tarief. Die kijkt ook naar wat voor land is dat? Hè? Wat voor infrastructuur is daar? Dus op het moment dat je een land hebt met lage belastingen, maar slechte infrastructuur, of een land met lage belastingen, maar een goede infrastructuur, kiest natuurlijk die investeerder voor een land met lage belastingen en die goede infrastructuur. Dus dat betekent dat staten niet alleen concurreren op hun tarieven, maar ook op zaken als bijvoorbeeld infrastructuur. En die concurrentie is heel erg gezond. Die concurrentie die zorgt ervoor dat we als belastingbetaler een betere deal krijgen. Dat betekent dat er niet, zoals bij monopolie, de prijzen alsmaar hoger worden, zoals in de jaren 70 gebeurde, terwijl ondertussen de kwaliteit van wat we ervoor terugkrijgen steeds lager wordt. Die concurrentie sinds die in 1980 eigenlijk is begonnen, heeft ervoor gezorgd dat de tarieven fors zijn verlaagd. De toptarief is omlaag gegaan in de industrielanden van 68% toen naar zo'n 45% nu. Ondertussen is het helemaal niet zo dat de infrastructuur nu slechter is dan in de jaren 70. Sterker nog, die lage tarieven hebben ook niet eens gezorgd voor minder geld voor infrastructuur. Want die lage tarieven hebben juist ervoor gezorgd dat de inkomsten van de staat zijn gestegen. Omdat die tarieven in de jaren 70 zo ontzettend hoog waren, dat ze zo ontzettend mensen ontmoedigden om te investeren en te werken en te produceren en te innoveren,
dat die hoge tarieven zorgden voor juist minder inkomsten voor de staat. Dat is de Laffer curve. Als de staat 0% belasting heeft, krijgen ze 0 binnen. Als de staat 100% belasting heeft, krijgen ze ook 0 binnen. Dan gaat niemand meer werken. Mm-hmm. En daar ergens ertussenin heb je het optimum van staatsinkomen. En daar ben ik overigens niet voor. Ik ben voor nulbelasting, zoals je weet. Maar als de staat over het optimum van de Laffer curve heen gaat, snijden ze niet alleen maar in het vlees van de burger, maar ook nog in hun eigen vlees. Want ze krijgen zelf ook nog minder geld binnen. En in de jaren 70 bleek dus dat we daar aan de verkeerde kant van de Laffer curve zaten. Want toen de tarieven omlaag gingen na 1980, kregen de staten juist meer geld binnen. Nou, ik ben er natuurlijk voor om belastingen nog veel verder te verlagen. Ja, dat weet ik. Maar Twan, in jouw... Als er geen concurrentie is, krijg je dus de situatie van de jaren 70. Nou, ik denk dat er nog misschien wel een gulden middenweg in zit. Maar in jouw ideale wereld, wat gebeurt er met armere, zwakzinnige, bejaarden? Mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Mm-hmm. Die misschien geen familie hebben, die nergens anders terecht kunnen. En die nu afhankelijk zijn van de staat. Wat gebeurt er met die mensen op het moment dat er geen overheid is? Ja. Het armoedeprobleem, hè? Dat is eigenlijk jouw vraag. Ongelijkheidsprobleem. Ja, ook het ongelijkheidsprobleem. Want als je dan weer die iPhone erbij pakt, dan denk ik, nou, heel mooi dat Apple heel veel winst maakt. En aan de andere kant worden mensen uitgebuit. Het is niet dat voordeel, dat al die winst naar de mensen, tenminste dat het naar de mensen toe gaat. Dat gaat naar één persoon of een bedrijf met een paar mensen aan de top. Ja, maar dat is niet hoe de markt werkt. Hè. Zo werken monopolies, zo werkt de staat. Hè. De staat is inderdaad zo... Even naar die arme mensen. Mensen betalen belasting die arme mensen, en de elite gebeurt profiteert met die arme daarvan. Maar zo werkt de markt niet. Hè. De markt werkt juist zo dat meer economische vrijheid leidt tot minder armoede. De lonen van mensen in de derde wereld zijn sinds 1980 dramatisch gestegen. Rond 1980 was het zo dat bijna de helft van de wereldbevolking leefde onder de armoedegrens. Mm-hmm. Dat is nu ontzettend veel minder. De groep mensen die nu onder de armoedegrens zit, is maar een fractie van wat het toen was. En dat komt omdat de derde wereld nu veel meer economische vrijheid kent dan in de jaren 70. Dus de oplossing voor het armoedeprobleem is meer economische vrijheid. Goed, dan even als we kijken naar de groep van armen. Je kunt eigenlijk verdelen in twee groepen. Je hebt mensen die arm zijn, ondanks dat ze een prima stel hersens hebben en ook niks aan het lichaam mankeert. Ze kunnen gewoon goed werken, er is niks mis met ze, maar toch zijn ze arm. Mm-hmm. Eigenlijk een heel raar probleem. Nou, als er gewoon niet genoeg werk is, er is gewoon niks te doen. En je hebt mensen die arm zijn omdat ze gewoon echt niet kunnen werken. Omdat ze gehandicapt zijn. Ze hebben een lichamelijk of geestelijk handicap. Daardoor kunnen ze gewoon niet of veel minder produceren. Die twee groepen moet je eigenlijk van elkaar apart bespreken. Want dat tweede probleem, dat is een soort natuurprobleem, zou je kunnen zeggen. Die mensen hebben gewoon pech gehad. De natuur heeft hun slecht bedeeld. Maar die eerste groep mensen, die ontzettend veel groter is. Die mensen die helemaal niks mankeren en toch arm zijn. Dat is een heel gek probleem. En dat moeten we eerst verklaren. Hoe komt dat die mensen zo ontzettend arm zijn? Nou, de verklaring is dat ze over het algemeen wonen in landen waar heel weinig economische vrijheid is. Hè, waar een hoge regeldruk is, een hoge lastendruk is. Waardoor weinig geïnvesteerd wordt. Waardoor de productiviteit, de arbeidsgezondheid heel erg laag is en blijft. En de oplossing, nogmaals, is meer economische vrijheid. Hè. In landen waar dat gedaan is, als je kijkt naar Zuid-Korea versus Noord-Korea, Hongkong versus China, Oost versus West-Duitsland. Dat zijn historische voorbeelden van landen die verdeeld zijn geraakt, waar een grens is getrokken. En 40 jaar later zie je dat aan de ene kant van de grens mensen nog steeds straatarm zijn. Aan de andere kant van de grens zijn mensen ontzettend veel rijker geworden door het verschil in economische vrijheid. En dus daar hebben we helemaal geen verzorgingsstaat voor nodig, voor mensen die niks mankeren. Wat we daarvan hopen is economische vrijheid. En die kunnen mensen zichzelf helpen. Dan kunnen ze zelf, dankzij de toegenomen productiviteit en efficiëntie, kunnen zij steeds hogere lonen verdienen en gewoon prima voor zichzelf zorgen. Nou, dan die groep mensen die echt niet voor zichzelf kunnen zorgen, omdat ze gehandicapt zijn. Dat is een hele kleine fractie. Dat is misschien 1% van de armen in de wereld. Of nog minder, is mijn schatting. Nou, er zijn een heleboel oude, arme mensen. Oude mensen, ja. Maar oude mensen zijn vaak vroeger wel in staat geweest om gewoon wel goed te werken. De oplossing van dat probleem is in feite dat als mensen niet arm worden gehouden tijdens hun productieve periode van hun leven, door regeldruk en belastingdruk,
Dan kunnen ze gewoon vanzelf een ouderdag sparen. Als je kijkt naar de gemiddelde Nederlandse AOW'er, als die geen belasting had hoeven betalen, was die nu multimiljonair geweest. Hè? Als hij dat gewoon op een spaarrekening gezet tegen 2% rente, bij wijze van spreken. Bij iSafe, dan gaat de banker met je geld vandoor. Ja, banken kunnen het zo meteen ook nog even over hebben. We hebben niet zo heel veel tijd meer, dus maar, ik wil toch even... Maar het punt wat ik wil maken is... Dat oude mensen arm zijn, dat komt omdat ze een leven lang kaal geplukt zijn door de staat, omdat ze door de staat arm gehouden zijn door het gebrek aan economische vrijheid. Dus de oplossing van dat probleem is meer economische vrijheid. Zorg dat ze geen belasting hoeven te betalen, of in ieder geval heel veel minder. Dan kunnen ze zelf voor een oude dag sparen. Nou, je hebt natuurlijk ook het overgangsprobleem. Mensen die nu oud en arm zijn. En die al hun leven kaal geplukt zijn. Wat doe je dan met die mensen? Want die hebben dus niet meer de kans om nog zich productief te maken, dan zijn ze inmiddels al te oud voor. Nou, voor dat overgangsprobleem zou ik kunnen voorstellen dat we alle eigendommen van de staat gaan verkopen aan de hoogste bieder. Dus alle wegen, alle spoorwegen, alle luchtwegen, alle waterwegen, hele infrastructuur, alle gebouwen van de staat. Alles wat ze hebben, dat verkopen we aan de hoogste bieder. En de opbrengst, die gebruiken we om die AOW'ers schadeloos te stellen. Hè, om ze feiten het geld dat hun afgenomen is tijdens een productieve leven, om ze dat terug te betalen op die manier. En daarmee kun je het overgangsprobleem oplossen. Kunnen ze eigenlijk de bestaande AOW-rechten afkopen. Nou, dan kom ik terug op die hele kleine groep mensen die echt niet voor zichzelf kan zorgen omdat ze gehandicapt zijn. Voor die mensen is het zo dat ook dat als de economische vrijheid enorm stijgt, zullen zij ook beter voor zichzelf kunnen zorgen. Want er zijn heel veel mensen die een handicap hebben in de huidige maatschappij, die toch geld kunnen verdienen zoals ze dat vroeger niet hadden gekund. Ik zal een voorbeeld geven. Dat is een man in Amerika, die heeft geen armen. Die is zonder armen geboren. En die heeft een hele goede baan. Die staat 's ochtends in zijn auto. Die bestuurt hij met zijn voeten. Dan gaat hij op zijn werk gaat hij aan de computer zitten. Die bestuurt hij ook met zijn voeten. Hij ontwikkelt computerprogramma's. En dat doet hij zo goed dat hij daar een goede boterham mee kan verdienen. Nou, dat had een paar honderd jaar geleden niet gekund. Mm-hmm. Maar door de economische vrijheid van de laatste paar honderd jaar is het nu anders. Maar ook simpelweg door technologische ontwikkeling. Precies. Nou, maar ook dan zullen er altijd nog mensen blijven die echt niks kunnen. Die alleen maar hun ogen kunnen knipperen. En dus ook in zo'n vrije maatschappij nog steeds niet voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Nou, voor die groep mensen moet je dus een oplossing hebben. Nou, dat is natuurlijk geen rechtvaardiging voor onze verzorgingsstaat. Hè, want de helft wat heeft niemand is afgenomen. Deze groep mensen is microscopisch klein. Ja. Maar voor die kleine groep mensen is dan de oplossing in de eerste plaats dat ze zichzelf kunnen verzekeren tegen het risico dat ze arbeidsongeschikt worden. Iets wat nu, waar je nu toe gedwongen wordt door de staat, wat nu heel erg duur en inefficiënt is en met een heel fraudegevoelig is. Maar op het moment dat die groep heel erg klein is en dat er de markt overlaat, dan ga ik ervan uit dat zij zich beter en goedkoper kunnen verzekeren dan dat nu kan in de vorm van een staatsmonopolie. Dan hou je nog steeds een groep mensen over die zijn zo jong arbeidsongeschikt geworden dat ze zich nog niet hadden kunnen verzekeren tegen dat risico. Nou, als je kinderen gaat nemen, dan kun je natuurlijk voordat ze geboren worden ze al verzekeren tegen het risico dat ze arbeidsongeschikt worden voordat ze oud genoeg zijn om zichzelf daartegen te verzekeren. Dat zal niet iedereen doen, dus er blijft dan toch nog een nog kleine groep mensen over voor dat niet geldt. Nou, voor die groep mensen geldt dan dat ze aangewezen zijn op zorg door anderen. Dat is in iedere maatschappij zo. Dat is een natuurwet. Als je niet voor jezelf kunt zorgen, ben je dus op de zorg van anderen aangewezen. De enige vraag nog is dat op basis van vrijwilligheid, op basis van dwang. Nou, ons huidige systeem is gebaseerd op dwang. Het is gebaseerd op de dreiging met opsluiting als je niet betaalt. Mm-hmm. Nou, daar ben ik tegen. Dus ik vind het veel beter dat in zo'n maatschappij mensen worden geholpen op basis van vrijwilligheid. Dat betekent door familie, door buurtgenoten of door liefdadigheid. En de meeste mensen kunnen zich geen voorstelling daarvan maken tegenwoordig. Die denken, ja, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Dus die mensen die eindigen dan op straat. Maar als je gaat kijken naar de maatschappij zoals die 100 jaar geleden was in West-Europa, toen er nog geen verzorgingsstaat was, toen we veel armer waren dan nu. Ja, want die technologische ontwikkeling heeft natuurlijk niet stilgestaan de afgelopen 100 jaar. En als je gaat kijken hoe toen arme zorg werd georganiseerd, dan was dat inderdaad op basis van liefdadigheid en mensen werden geholpen door familie en door de kerk en door buurtgenootschappen. Mensen doegen bij aan een potje in de buurt. Met het idee van als mij een keer iets overkomt, kan ik er ook gebruik van maken. Op vrijwillige basis. Dus dat systeem werkte vrij goed, ondanks dat we toen veel minder rijk waren dan nu. Ja. En onze tijd zit er bijna op. Ja. Ik wil je toch nog één vraag stellen. Woon je niet als libertariër zijnde een beetje in het verkeerde land?
Als je zegt van ja, in Hongkong is het allemaal wel goed, of in ieder geval beter geregeld. Volgens mij in Nederland woon je uitermate in een land waarbij juist we een hele grote, sterke overheid hebben. Ja. En de meeste mensen daar volgens mij ook achter staan, anders was je waarschijnlijk al verkozen. Nederland staat in de top 15 van de meest economisch vrije landen ter wereld. Dat zegt meer over al die andere landen. Er zijn dus 160 landen getest. 135 zijn dus nog minder vrij dan Nederland. Dus Nederland is ziek, maar er zijn 150 landen die nog zieker zijn. Dat is geen reden om te zeggen... Ziek, zou je zeggen ziek, ja? Ja, Nederland is ziek. En ik wil graag dat Nederland gezond wordt. Maar feit is dat de meeste landen veel en veel zieker zijn dan Nederland. Dat is een feit. Dus Nederland doet het relatief goed op het vlak van economische vrijheid. We zijn in de top 15. Op het gebied van persoonlijke vrijheid staat Nederland zelfs helemaal bovenaan. Op de eerste of tweede plaats van het onderzoek doet. Dat betekent dat al die andere landen zijn nog minder vrij dan Nederland op het vlak van economische, van persoonlijke vrijheid. Dat is gereden om bij het pak te gaan neerzitten. Ik wil graag dat Nederland gezond wordt. Maar het is dus niet zo dat, dat de rest van de wereld het Walhalla is. En dat Nederland een soort poel der verderfs is in een vrije wereld. Helaas, oh, dat was niet. Dat maar zo. Okay. En Hongkong is inderdaad wel een stuk vrijer economisch dan Nederland. En ik sluit ook niet uit dat ik daar nog eens een tijdje ga wonen. Dat lijkt me best interessant. Maar economische vrijheid is natuurlijk niet het enige waarop je selecteert als je een land uitkiest om te gaan wonen. Ik vraag me af of mensen daar echt gelukkig zijn. Die indruk had ik niet echt. Nou, er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen geluk en economische vrijheid. Er is in Rotterdam en Erasmus een geluksprofessor, Ruud Veenhoven. Die heeft eigenlijk zijn leven in teken gesteld van onderzoek doen naar geluk. En die heeft daar een wetenschappelijke methode voor ontwikkeld. En die heeft dus ook enquêtes laten doen in heel veel verschillende landen om te onderzoeken hoe gelukkig mensen zijn. En vervolgens is toen hij dat aan kaart had gebracht, hij heeft de World Happiness Chart. Ik vergeet hoe het precies heet. Maar hij heeft daar dus een enorm naslagwerk van gemaakt. Wat iedereen kan inzien. En hij is vervolgens gezocht naar correlaties. Hè, van waar correleert geluk nou mee? Mm. En hij vertelde in een lezing voor de Libertarische Partij dat hij vroeger PvdA'er was. En als PvdA'er dacht hij, nou, het zal wel correleren met een goede verzorgingsstaat, goede sociale voorzieningen, goed vangnet. Die correlatie had hij verwacht die eruit zou komen. Maar tot zijn eigen verbazing kwam dat er niet uit. En uit zijn eigen onderzoek bleek dat het wel correleerde. Het correleerde met al die dingen van die hij had gedacht, correleerde het niet. Maar het wel mee correleerde was economische vrijheid. Hmm. En bijvoorbeeld Zwitserland is een land met heel veel economische vrijheid. Staat in de top 5. En mensen zijn ook heel erg gelukkig. En hij heeft het PvdA-lidmaatschap inmiddels opgezegd. Hij heeft dankzij zijn eigen onderzoek... En nu is hij lid van de Libertarische Partij. Dat nog net niet. Ik vind het... fascinerende gesprekstof. Helaas zit onze tijd er voor deze keer op. Twan, ik wil je hartelijk bedanken en heel veel succes. Graag gedaan. Doei.